Verhalen over een Rotterdamse icoon. Dag, Dijkzicht. Dag, Dijkzicht. Ja, de sloop is nu definitief begonnen. Het gebouw hier om de hoek stond al een tijdje leeg. Ja. Was helemaal gestript en nu gaat de buitenkant eraan op Japanse wijze. Ze beginnen bovenaan en moet ook heel voorzichtig. Om de overige delen van het Erasmus MC-complex niet te verstoren. Dat er geen beschadigingen optreden. En we hadden naar aanleiding, ik heb het eerder gezegd deze week, een oproep geplaatst op social media. Wij van Rijnmond van, wat zijn de verhalen bij Dijkzicht? Want het is wel een Rotterdams icoon. Ja, ja. Er zijn mensen geboren, er zijn mensen geopereerd, er zijn mensen overleden, er hebben mensen gewerkt. Dus dat heeft heel veel reacties opgeleverd. En een aantal van die reacties die horen we deze week in de uitzending, omdat het bijzondere verhalen zijn. Ja. Wij gaan deze ochtend spreken met Sandra Westendorp. Mevrouw Westendorp, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn uw herinneringen aan het Dijkzicht ziekenhuis, het oude gebouw? Nou, dat is eigenlijk bijna 31 jaar geleden heb ik in Dijkzicht ziekenhuis mijn man leren kennen. En toen is ons leven samen begonnen. Romantisch verhaal, daar houden we van. Ja, want hoe kwam het zo? Werkte u daar allebei? Of lag u allebei als patiënt in de naast elkaar? Ja, we werkten er allebei. Nee, dat niet. We werkten er allebei. Ik werkte beneden bij de voedingsdienst, de voedingsadministratie. Die had een kantoortje beneden naast de keuken. En mijn man werkte bij een aannemer die bij Dijkzicht de nodige verbouwingen deed. En toen moest de keuken verbouwd worden. Dus hij kwam regelmatig bij ons in de keuken. En dus toen hadden we een paar keer zoiets van, hé, dat is een leuke gozer. En hij zat mij ook steeds aan te kijken. En wij zaten aan een raampje. En daar kwam hij heel vaak met zijn kruiwagen voorbij. En ik denk, hij komt op een gegeven moment wel heel vaak met zijn kruiwagen voorbij. Met helemaal niks erin. En hij maar kijken. Dus dat was al dat contact werd al gelegd. En op een gegeven moment ga je hallo zeggen en je maakt een klein praatje. En ik van, heb je misschien trek in een kopje soep? Wij konden altijd uit de keuken lekker eten halen. Dus elke middag lekker een kopje soep voor hem brengen. En het grappige aan het hele verhaal is, achteraf toen we samen waren, zei hij tegen mij, maar ik lust helemaal geen soep. Ik vond het helemaal niet lekker. Ik zei, wat heb je dan met die soep gedaan? Hij zegt, die heb ik gewoon in de specie, in het cement gedaan. Dus de muren die in de keuken toen verbouwd waren, daar zit nog de soep van Dijkzicht in. Dus wij vonden het wel heel komisch, nu worden die muren afgebroken. Ik zeg, er zit nog een klein beetje soep in van jou. Oh, dat is zo romantisch en nog steeds even verliefd als toen? Ja, we zijn nog steeds helemaal samen. We hebben inmiddels een dochter en een zoon gekregen. Ja, die zijn inmiddels ook al volwassen. Dus wij kijken altijd, we denken altijd met veel plezier en liefde terug aan Dijkzicht als we er langs rijden. Ja, nu is daar de liefde natuurlijk opgebloeid, maar ik ben toch wel even benieuwd. Hoe is die eerste date gegaan? Wat hebben jullie gedaan? Wie heeft wie gevraagd? Dat was inderdaad ook nog wel een verhaal. Want hij dacht eigenlijk dat ik al een vriend had. Dat had hij, ergens opgevangen, dacht hij. En dus hij durfde eigenlijk niks te vragen. En ik dacht na een week van, misschien toch wel eens leuk om wat af te spreken. Dus toen vroeg ik van, heb je zin om wat te drinken met mij? Leuk. Dus toen zijn we hier in het Spijkenisse, in het Carlton Hotel. Hadden we ons eerste afspraakje in het hotel daar. En dat was 2 november 1991. En vanaf die tijd zijn we samen eigenlijk. 2 november 1991 was onze eerste afspraak. Ja. En wanneer zagen jullie elkaar voor het eerst? Dus hoe lang zat er nou tussen dat jullie elkaar voor het eerst zagen en die eerste afspraak? Een week daarvoor was eind oktober zo'n beetje. Dat ging best wel snel. Ja, dat ging best wel snel. Ja, inderdaad. En we willen alles gewoon weten. Ik zie je helemaal stralen, Laurens. Ja, ik hou hiervan. Dit is toch leuk, dit verhalen. Want die eerste date, dan denk je van, dat is leuk. Dus we gaan verder. Ja. En hoe ging dat toen verder? Nou, het ging eigenlijk ook best wel vrij snel. Want 2 maanden later woonden we samen. En 2 jaar later zijn we getrouwd. Ja, zie je hoe mooi dat is. Maar kijk, weet je wat het is? Dus, ik ga even heel eerlijk zijn. Hè? Mijn perceptie op relaties is echt verpest door van die films. Weet je wel? En dan hoor je dat iemand al meer dan 30 jaar samen is. Maar is het vechten? Is het moeilijk? Of gaat het allemaal van ganzenharte? Nee, het gaat nooit vanzelf. Nee. Je moet allebei hard aan werken. Als je dat niet doet of als de een het loslaat gaan, dan werkt het niet meer. Je moet er allebei voor gaan en weten inderdaad waar je vandaan komt. Dat zeggen wij ook vaak tegen elkaar als je even misschien wat moeilijk hebt. Weet je nog, toen, 1991, toen we elkaar zagen, was het liefde op het eerste gezicht. En als je weer terug kan gaan naar die basis en weet wat je al samen hebt opgebouwd, dan overwin je alles, denk ik.
Mooie tip. Een goede relatie is gewoon hard werken, Laurens. Dat weet je toch? Ja, maar wij worden verpest door die film. Ja. Wij denken dat het allemaal makkelijk gaat. En je ontmoet elkaar en van boem, je bent 30 jaar verder. Je bent nog lovey-dovey. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Hè? Nou, dat kan. Dat kan, maar daar moet je dus wel wat voor doen. Ja. Je moet er toch wel moeite in elkaar blijven steken ook. Ja. Nou ja. Ja. En het is wat mevrouw... Zeker. Je moet het leuk houden met elkaar. Ja, en het is wat mevrouw Westerdorp zegt. Je moet even beseffen van hoe het ook alweer begon. Als je denkt van, ik wil hem even niet zien vandaag. Dat je denkt van, bij wijze van. Ja. Nou, ik vind het leuk. Ja. Gebeurde dat trouwens, vraag ik me af, vaak dat... Dat medewerkers van het ziekenhuis iemand aan de haak sloegen die toevallig in het ziekenhuis kwam of daar iets moest doen? Ja, ik weet toevallig een collega van mij die had een schilder aan de haak toen ik geslagen. Ja. Het is gewoon een huwelijksmuid geweest. Dus dat gebeurde wel eens vaker, dat mensen elkaar tegenkwamen. Ja. Maar handige mannen zijn ook aantrekkelijk, hè? Dat is heel dat is heel fijn. Een man iets kan, dat is toch leuk, toch? Ja. Woef. Oh, dan gaat de hond zich ook ermee bemoeien. Werkt u er nog steeds trouwens mevrouw Westerdorp in nee, het niet meer. Nee. Dat is alweer heel lang geleden, mijn man ook niet meer. We zijn allebei andere richtingen opgegaan. En maar we denken er altijd nog met veel plezier aan terug. En als u er langs rijdt, langs het gebouw, wat denkt u dan? Ja. Dan denk ik, daar is het allemaal begonnen. Ja. Dus dat is toch wel, voor ons altijd toch wel een beetje speciaal. Laatst stonden we op de Euromast. En dan heb je natuurlijk ook zo'n mooie uitzicht over Rotterdam. Ja, dan zie je natuurlijk Dijk zich ook staan. Ja, dan denk je daar toch weer even aan terug. Dus dat is altijd wel speciaal. Ja, nou, ze gaan de 1,5 jaar over doen om hem weg te halen, hebben we begrepen. Dus het gebouw, het gebouw is nog even te zien. We hebben een origineel stukje Dijkzicht voor u liggen hier. Met soep. Dat de balletjes er nog in zitten. Ja. De goudballetjes. misschien leuk voor in de tuin. Zeker. Het is niet een mooi gepolijste stukje. Het is echt een brokstuk. Met een tegeltje eraan. Okay. Het is een baksteen met een... Ja, het komt uit een gang of zo. Of uit een operatiekamer. Geen idee. Maar het ligt voor u klaar. Voor dit leuke verhaal. Dank mooi. Dank u wel dat u het met ons heeft gedeeld.